Oké, even een andere soort video deze week dan normaal. Normaal komt er op dinsdag natuurlijk altijd een weekvlog online. Alleen ik heb deze week niet gefilmd, omdat ik had er gewoon niet echt behoefte aan. Ik had er gewoon niet heel erg veel zin in. Dus ik dacht, ja, ik kan met de camera erbij gaan pakken en een beetje geforceerd leuk gaan doen. Maar ik dacht, ja, daar wordt ook niemand blij van. Dus ik heb deze week alleen in het weekend een stukje gefilmd. Want in het weekend op zaterdag hadden wij de klasse chill. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om dat voor jullie te filmen. En ik heb nog een Lovie shoplog voor jullie waar jullie naar kunnen kijken met een kortingscode. En een aankondiging voor een winactie. Dus kijk de video zeker af om dat te zien. Volgende week komt er weer gewoon een normale weekvlog online waar ik allemaal leuke dingen ga doen. Ik ga eindelijk naar een allereerste festival weer sinds 2 jaar ongeveer. Ik ga mijn dag voor dagje naar Amsterdam. Dus het wordt gewoon een heel leuk weekje. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat deze weekvlog of deze video iets anders is dan normaal. Het is een soort weekendvlog geworden. Maar ik hoop dat jullie het toch nog leuk vinden. Dus veel plezier met kijken. Katie, we gaan zo meteen suppen. Ik heb de punt. Je punt in de goede richting duwen. Ja, ik doe dat. Dit is me toch een partij eng. Gaan we lekker? Wee! Wee! Ik bedoel, wee! Kan je ook wel mijn camera filmen? Ja. Nou, Noah is 3 seconden binnen, die sloopt gelijk het rek. Ja. Heel leuk. Mam! 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 Leuk, Stijn. Ja, hè? Je moet ja. Nee, maar mam. Nee. Nou, hier zitten Zoe. Hi. Rosa en ik. We hebben alles een beetje. Dus Zoe er deel. Rosa er deel. Mijn deel. Hier hebben we onze badpakken en bikinis ingegooid. Hier hebben we wat dingetjes hangen. Dit moeten we zo meteen eventjes maar Merels nog een rek halen. Leuk dit kleurtje. Hier liggen Rosa haar broeken. Hier liggen dingen van mij. Ik moet alleen nog eventjes prijsjes maken. Ik ga jullie wel even een tour geven. Nou, daar zat Stijn weer te socializen. Het beste begin van de tour. Oké, even kijken. Vanaf hierboven kom je binnen. We hebben hier een bij, hè? Want dit is niet. Ja, ik heb niet meer. Oh ja, ik ben leeg, ik ben los. Oh, we zijn klaar met de klas. Het is ook echt zo weinig gefilmd voor de boel. Maar het was wel echt heel erg leuk. En we gaan nu nog eventjes met Merel en Cecile en Rosa en Zoe. Gaan we lekker mosselen eten. Echt super veel zin. En vanavond gaan we uit. Maar we hebben dus onze test nog steeds niet binnen. Ja, fucking kut. Ik baal echt van mijn Maar we hebben gistermiddag om 1 uur getest. En we zijn nu gewoon... Zijn we sowieso negatief. 30 uur verder. Ja, dat. Ja. Maar goed, we gaan lekker mosseltjes eten. Die voor saus, gaf je kort of zo? Ja. Mm-hmm. Oh, drankje heb ik heel warm, ja. Het ruikt eruit. Oh, echt heel heet. Is dat oh my god. Leg neer. Eerst je vet. Of ga het tegen glas houden. Het is de volgende dag. Het was echt mega chaotisch, de klas zat chill. Ik heb echt niet veel kunnen filmen volgens mij. Aan het eind van de dag was mijn camera ook leeg. We gingen ook nog... snel daarna uit, want we gingen eerst dus nog bij Muscles en Gin eten met Merel, Cecile, Rosa en Zoe. Het was echt super gezellig, maar voordat we thuis waren was het 9:30 ongeveer. En we wilden op tijd uit, want het is natuurlijk, was de eerste avond dat je weer uit mocht. Dus het was echt mega druk in de stad. Dus ja, het was allemaal haast en gedoe. Maar ik wilde deze video nog eventjes afsluiten. Het is natuurlijk een beetje een soort van weekendvlog geworden. Maar uiteindelijk ga ik vandaag ook niet echt iets meer doen. Maar er is dus echt een heel erg leuk en groot pakket binnengekomen van Lovie's. Dus het is eigenlijk een beetje een dagvlog plus een shopvlog eraan. Vanaf volgende week komt er wel gewoon een normale weekvlog. Maar ik had het gewoon eventjes nodig. Maar ik heb dus weer een pakket gekregen van Lovie's met allemaal leuke items. Ik heb 11 items mogen uitzoeken. Echt mega veel. En ik heb een hele kortingscode voor jullie. Want met de code FLEUR20 krijg je vanaf vandaag tot 4 juli krijg je 20% korting. En ik raad jullie aan deze week mijn Instagram in de gaten te houden. Want er komt echt een hele leuke grote winactie aan. Maar ik ga nu eerst even de items laten zien en uitpakken die ik heb uitgekozen. En dan ga ik ze ook even aantrekken voor jullie. Ik heb echt weer allemaal leuke zomer items uitgekozen. Zijn er mega veel. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga beginnen met een... pakje. En dat is deze. Als allereerst een trui. Het is dus een cropped trui. Het is een heel erg lekker dun stofje. Het is ook gewoon lekker voor in de zomer, 's avonds als het gewoon wat frisser is. En ik heb deze in een maat
XS. En het is dus een crop trui, maar heeft dus wel lange mouwen. En daarbij heb ik dit bijpassende broekje. Het setje heeft hij ook echt nog in heel veel andere kleuren. Maar ik weet niet, ik vond dit witte beige kleurtje wel leuk. Volgens mij heet hij off-white dit kleurtje. Maar dit is dus het korte broekje erbij. Ook weer precies in dezelfde kleur. Hetzelfde soort stofje, lekker dun. Wel zakken aan de zijkant, vind ik heel erg fijn. En deze heb ik ook in de maat XS. Broekje was €20. En de top is €22. En je hebt dus, zoals ik zei, heel veel andere leuke kleurtjes nog van dit setje. Maar ik weet niet, ik vond dit kleurtje wel leuk. Het ziet er helemaal voor me als ik over anderhalve maand op vakantie ga met lekker mijn sneakertjes eronder. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus dat is die. En verder zitten er echt alleen nog maar allemaal printjes in. Dus ik ben helemaal excited. Even kijken. Als allereerst een soort broekrokje. En je had hier ook een bijpassende top bij. Maar ik vond het misschien net eventjes iets te kinderlijk of iets te heftig worden. Dus ik heb alleen voor het rokje gekozen. En dat is deze. Heel erg leuk printje. Het is dus een beetje een wit rokje met allemaal roze, paars en blauwe. Een beetje lichtgele bloemetjes en dingen erop. Ik vind deze echt heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje XS en was maar €30. Dat vind ik best wel meevallen voor lofies. Sorry trouwens dat je hier heel de tijd mijn dekbed ziet. Het is niet heel chill. Zo, nu zie je wel de rotzooi op de achtergrond, maar zie je in ieder geval niet dat dekbed. Maar wat dus handig is, het lijkt dus op een rokje. Maar ik weet niet of je het kunt zien. Maar het is dus een broekje. Echt heel erg. Ik vind het altijd wel lekker, want als ik dan bijvoorbeeld op de scooter zit en het waait omhoog, dan zit je weer helemaal in je blote reet. En nu is het dus gewoon een broekje wat eronder zit, dus dat is die. Dan nog een leuk topje. En ook deze heb ik volgens mij weer in de maat XS en was €23. En met deze wordt hetzelfde verhaal. Je had hier ook een bijpassend rokje bij, maar ik vond het dan weer iets te heftig worden. Dus ik dacht, dit is wel heel erg leuk op een lange witte broek. En dat is dit strapless topje. Ik weet niet, ik vond deze wel echt heel erg schattig voor de zomer. Het is dus een wit topje en daar zitten dan een beetje peach, roze, blauw en groene bloemetjes op en blaadjes. Ik vond dat ruffeltje ook wel leuk. En het is dus van dat elastiek. Deze heb ik in een maatje XS. En zoals ik zei, lijkt me die heel erg leuk op een witte broek of zo. Lekker voor de zomer. Dus dat is die. Dan heb ik nog een heel erg leuk topje. Deze. Het is dus een beetje een soort van... Het is een beetje een cropped topje eigenlijk. Met een mooie V-hals. En in het midden heeft hij dan allemaal knoopjes waar je mee dicht kan doen. Het is een lekker dun wit soort van linnenachtige stof. En ik weet niet of je dat op de camera goed kunt zien. Maar het is allemaal van die bloemetjes erop geborduurd. Echt heel erg schattig. Dus dat is deze. En deze heb ik ook in een XS. En was €40. En ik weet dat je hier toevallig ook nog een bijpassend broekje bij hebt. Maar ik heb hem gewoon zonder broekje genomen. Dan een hele leuke broek. Hier zat ook weer een bijpassende top bij. Alleen die was helaas uitverkocht. Dus als die weer op voorraad komt, ga ik die sowieso zelf eventjes zelf bestellen. Want dan heb ik gewoon een heel erg leuk pak. Maar dit is in ieder geval de broek. Met een leuk printje. Keertje weer wat anders dan een bloemetje. Maar dat is dus zo'n lange straight leg. Echt heel erg leuk. En ik weet het, ik vind het printje ook een beetje een soort Bali Marokko-achtig printje. Echt heel erg leuk. En deze heb ik ook weer in een XS. En was ook weer €40. Maar omdat ze die top niet hadden, dacht ik het is wel leuk om er dan te combineren met een zwarte top. En die heb ik hier. En die heb ik ook weer in een maatje XS en was €18. En dat is dit topje. Ja, ik kan het nu niet heel erg goed zien. Maar het idee is dus dat je hem dus zo aantrekt. En dan kan je dit achter weer strikken, zeg maar. Dat hij achter weer vast zit. Maar dat leek me dus wel heel erg leuk met deze broek eronder. Omdat daar natuurlijk ook zwart in zit. Deze had je ook nog in heel veel andere kleuren. Maar ik vond zwart wel handig. Dus dat is die. Oh, ik zit vast in mijn elastiekje. Dan heb ik een bikini uitgekozen. Ik kan nooit genoeg bikinis hebben. Bikini heb ik wel in een maatje S. Omdat ik dat fijner vind zitten. En dat is allereerst dit topje. Het lijkt een beetje op het model van Bayou de Label. Maar deze is helemaal wit en heeft ook wel een klein soort van patroontje in de stof zitten. Een beetje een reliefje. En deze heb ik dus in een S. Hij ziet er wel groot uit. Ik hoop dat ik hem pas, maar dat is die. En deze kost €20. En dan heb ik ook een bijpassende broekje erbij. En dit vind ik echt een heel erg mooi broekje, want die zit lekker hoog uitgesneden. En dat is deze. En deze kost
18 euro. En als laatste heb ik nog een heel pak uitgekozen. Ik ga beginnen met de top. Dit is het topje. Zo, echt super mooi topje die dan zo off the shoulder zit met van die roesjes er nog aan. En dan om je lichaam zit hij gewoon strak. Er zitten allemaal blauwe, gele, lila bloemetjes op. En deze heb ik in een maatje XS en was 30 euro. En daar hoort dus ook een broek bij. Ik twijfelde heel erg of ik het als setje wilde, omdat het gewoon best wel heftig is als je een heel pak met van die bloemetjes aan hebt. Maar ik vond het toch wel echt heel erg leuk staan, dus ik heb het gewoon gedaan. Broek heb ik ook in een XS en was 38 euro. En heeft weer datzelfde printje en is ook weer wijd uiteenlopend. En aan de zijkant heeft hij trouwens een rit zitten. Dat had die andere broek ook. Dus dat is die. Dus ik ga nu eventjes alle items voor jullie aanpassen en aan jullie laten zien. Let alsjeblieft niet op de rotzooi op de achtergrond. Ik moet echt mijn kamer op gaan ruimen. Maar dit is het eerste topje die ik heb aangetrokken. Je moet even zonder BH denken, maar ik had even geen zin om mijn BH uit te trekken. Maar ik vind het wel echt een heel erg leuk topje. Ook bijvoorbeeld met een wit rokje. Of zoals ik net zei, een witte, beetje zo'n wijdachtige broek. Vind ik dit wel echt heel erg leuk. En de maat zit ook goed. Dus dat is die. Dan dit topje en dit rokje. Ik vind het op zich ook nog wel leuk op elkaar staan. Ik denk dat ik het wel, dit topje bijvoorbeeld, op een kort shortje zou dragen. En dit met een ander wit topje. Maar op zich kan het wel. De top heb ik dus in een XS. En die zit eigenlijk echt perfect. Hij had niet groter of kleiner moeten zijn. Dus die vind ik echt heel erg leuk. En dit broekrokje vind ik ook echt heel erg leuk. Kijk, als ik hem zo aan heb, lijkt het gewoon alsof het een rokje is. Maar het is dus eigenlijk een broekje. Wat ik wel echt heel erg fijn vind. Want hij is wel best wel kort. Voor een rokje was dit echt wat te kort geweest. Maar voor een broekje kan dit op zich wel lekker voor op vakantie. Voor naar het strand of zo. Dan deze set. En ik vind deze broek echt geweldig. Alleen hij gaat dus helaas niet dicht. En niet zo'n klein beetje ook. Hij was gewoon echt niet dicht. De top moet je eigenlijk wel zien. Even zonder BH, maar ik had weer geen zin om uit te trekken. Maar ik vind hem echt heel erg leuk, die top. Hij zit ook mooi. Ik vind de achterkant ook mooi zitten. Ja, jammer van die broek. Wel raar, want ik heb van andere Lovies broeken ook altijd een XS. En dat past gewoon. En deze zit echt veel te strak. Dus ik ga even een berichtje sturen dat dit hem helaas niet wordt, deze broek voor mij. Maar ik had het wel echt een leuk outfitje gevonden. Dus dat zijn deze twee. Heel gek, want deze broek in een XS pas ik wel gewoon. Die gaat echt makkelijk dicht. Ik zat net alweer te denken, oh, heb ik er zoveel gegeten? Past die weer niet? Bla bla. Maar het ligt denk ik gewoon echt aan die broek. Want dit is ook een XS en die past wel gewoon. Dus ja, dat. Dit is dus het setje. Ik denk dat ik het leuker vind als ik dat topje een beetje opfrommel. Dat je nog een beetje buik ertussen ziet. Dat het niet een heel pak lijkt. Want ik ben maar heel klein. Ik ben maar 1,60. Dus als ik hem helemaal uittrek, zeg maar, lijkt het net alsof het een heel jumpsuitje is. Wat op zich ook wel grappig is. Ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ik moet hem natuurlijk eigenlijk weer even zonder BH bedenken. Dat het gewoon zo zit. Maar ik zou dit topje bijvoorbeeld ook leuk vinden op een witte broek. En deze broek met een witte top. Zodat het ietsjes minder heftig is. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. En als laatste dit tweedelige setje. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Dit trui had ik op zich nog wel in een maatje groter kunnen nemen. Zodat hij wat meer oversized viel. Maar ik vind het zo op zich ook wel prima. Echt heel erg lekker setje. Gewoon voor thuis of voor in te vliegen. Dus dat is deze. En ik ga bij deze ook gelijk de weekvlog afsluiten. Zoals ik aan het begin van deze video had gezegd, is die iets anders geworden dan de normale video's. De normale weekvlogs die op dinsdag online komen. Maar ja, ik had er gewoon even behoefte aan om even niet te filmen. Ik weet niet. Ik had er gewoon niet heel veel zin in of zo. Dus ik dacht, ja, ik ga het dan ook niet forceren om het wel te willen. Vanaf morgen ga ik gewoon weer lekker weekvloggen. Komt er volgende week weer gewoon een nieuwe weekvlog online. Vergeet voor Lovie zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. En mijn Instagram in de gaten te houden voor de winactie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!